Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een complex van lage drukgebieden boven Scandinavië zorgt voor een noordelijke stroming bij ons en daarmee wordt maritiem-arctische lucht aangevoerd. En die is met name overdag onstabiel van opbouw, waardoor er gemakkelijk buien tot ontwikkeling komen. En dat zien we ook goed terug op de satelliet, want al de witte plukjes die overal te zien zijn, met name op de Noordzee is dat goed te zien, dat zijn buitjes. En lokaal waren die buien ook gewoon fel, zeker in het noorden van het land, want daar kwam ook onweer voor. Vooral die bui die hier bijvoorbeeld over Vlieland heen trekt richting Friesland, dat was een heel fel exemplaar. En daarbij werd zelfs nabij Harlingen een waterhoos waargenomen onder de stijgstroom van de bui. Dat is vrij bijzonder voor deze tijd van het jaar, maar het is niet helemaal uniek, want het is wel eens vaker gebeurd. In het zuiden van het land, daar is er wat vaker sprake van regen. Daartussen zitten wel wat fellere pitjes met wat meer neerslag. Daar kan ook wat hagel vallen en ook daar zit soms een klap onweer tussen. Vanavond nemen dan de buien geleidelijk aan af. De bewolking die blijft wel overheersen. Wel klaart het vanuit het noorden wat vaker op. En daarbij daalt de temperatuur in de avond naar zo'n 6 graden. De noordwestenwind die blijft wel flink doorstaan. Boven land is die meest matig van kracht en aan de kust krachtig. Windkracht 6. Vannacht zijn er dan wat vaker opklaringen, met name in het binnenland. Ook komen er nog een aantal buien voor. Lokaal kan er wat natte sneeuw, hagel of misschien een klap onweer bij zitten. En verder is het dan fris met temperaturen zo rond 3 of 4 graden aan de kust. Tot lokaal misschien rond of iets onder het vriespunt in het binnenland. Wel is het zo dat aan de zuidwestkust er een flinke noordwestenwind komt te staan vannacht. En die is dan enige tijd hard, windkracht 7. En bovenland blijft de wind matig en is dan windkracht 4. Ook morgen overdag hebben we te maken met buien. Dan ook soms felle exemplaren met hagel en ook een klap onweer. Het wordt ook de koudste dag van de week met maximumtemperaturen van zo'n 7 of 8 graden. En de matige tot vrij krachtige wind boven land en de krachtige wind aan zee, die maakt het dan voor het gevoel nog een stuk kouder. En wel neemt aan het eind van de middag de buiigheid geleidelijk wat af. En dan klaart het ook steeds vaker op richting de avond. Dan woensdag op Koningsdag, niet heel veel verandering. Ook dan die buien, soms met hagel en onweer. Wel een graadje warmer met zo'n 8 tot 10 graden. En de wind die neemt iets af, is bovenland meest matig en aan de kust vrij krachtig. Wel is het zo dat woensdag en met name in de loop van de middag de buiigheid vanuit het noordwesten minder wordt. En dat het ook op steeds meer plaatsen wat droger begint te worden en de zon steeds vaker doorbreekt. Dus het beste weer op Koningsdag, dat is vanaf het begin van de avond. Ook donderdag en vrijdag vallen er nog buien, dan minder fel dan op woensdag. Ook dan er is een kleine kans op een klap onweer, maar dat zal heel lokaal zijn. De temperatuur die loopt gestaag op met misschien wel ongeveer 12 of misschien 13 graden op komende vrijdag. De ontwikkeling in de temperatuur, met name volgende week, een stijgende trend die door lijkt te zetten. Halverwege volgende week al eventjes stagneert, maar daarna misschien voorzichtig opkruipt naar waarde zo rond de 15 graden. Het is allemaal vrij onzeker, maar het is in elk geval zo dat we niet meer zullen zitten in die echte arctische lucht waar we op dit moment in zitten. De stroming wordt wat meer westelijk en daarmee komt iets zachtere lucht onze kant op. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.